En welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik weer de missies doen. Zoals altijd. En ik moet echt nog wennen aan dit, maar. Aan die kaart. Maar ik ga hem niet uitzetten, want ik vind het wel lollig. Dus ik laat hem lekker aan. Oh, oeps. Ik ben zo slim. De missie is hier. Dus daar gaan we dan ook even heen. Je ziet hem niet op de kaart, maar je ziet hem wel in je missiebeschrijving. Beschikbare missies. Kijk, kijk naar die kaart. Kijk, wacht. Kijk naar de kaart. Wacht. Kijk naar hoe mooi die kaart heen en weer gaat. Oh my god, wat mooi. Nou, de andere kant op. Kijk hoe mooi. Ah, helemaal geweldig. Oké, we gaan door. Zeg maar, helemaal geweldig dit. Oh, we moeten naar rechts. Oeh, net op tijd. Net op tijd. Ja, die heb ik nog steeds niet, hè, maar... Dat hoeft ook niet nu voor deze missies. Heb je een momentje? Nou, ik weet niet of ik een momentje heb. Het is een nieuwe crest, ja, bla bla bla. Rijd naar Hawaii Jones in nieuw heel crest. Oh, wat leuk. We gaan daar helemaal heen gaan rijden. Of we gebruiken de trailer. Nog een interessant mailtje. Clip. Ik kan een keer afspreken met zo'n kan ik in je clip, want ik wil er graag in. Ik had je video's zijn zo leuk. Ik ga zo door. Nog 5 abonnees en heb je er 600. Nou ja, nu nog 2 abonnees en dan heb ik er 600. Dus echt gewoon bijna. Dus dat is echt gewoon leuk. Ik weet alleen niet wat ik voor de 600 abonnees moet gaan doen. Ik ben nu wel bezig met een soort muziekvideo weer, maar ja, is niet echt geweldig of zo. Maar ik weet het niet. Dus ja, en ik weet niet of ik een fan meeting moet gaan houden, want de vorige fan meeting liep wel wat mis. Er kwam gewoon echt niemand. Wel echt zo droog. Nee, er is niemand. Oké. Wow. Oh ja, en dit opties is veranderd. Kijk, dit is wel nog hetzelfde. Alleen staat nu gebruiksinterface hier in plaats van daar. Maar ik denk dat ze het gewoon hebben gedaan, zodat omdat het hier anders wel heel leeg was. Nieuwe kristallen. Daar gaan we. Oké. Nee, niks interessants. Mobiel, oké. Helemaal geweldig. We gaan naar het stipje toe. Oké, als dit wegdoen, dan is het opeens echt zo van... Boom, staat die opeens heel anders. Maar lol. Het lijkt nu eigenlijk net een soort van op een tomtom. Weet je wel, dat je in de auto hebt zo'n tomtom. Die draait dan ook mee met als je daarin gaat of zo, dan draait die ook mee, die kaart. Het is echt gewoon, ja... Het is gewoon een SSO-tomtom, eigenlijk. Ja, ik vind van wel. Hallo daar, wie ben jij? Leuk om jou te ontmoeten, Ariana. Ik had nog niet eens gezegd dat ik Ariana heette. Oh ja, wacht, dat staat groot boven mijn hoofd, dat is waar ook. Was ik even vergeten hoor. Maar ik wil XP, geef mij XP.
Araxa? Oké. Ik zit nu gewoon te lezen, want ik ga het niet helemaal voorlezen. Dit is een tip om de code te ontcijferen. De redshirts in New Yorkers zijn rood, groen, blauw en bruin. Het juiste aantal van deze kleuren. Het juiste aantal van deze kleuren in deze volgorde. Hè? Huh? Open nou maar eens kluizen en haar dacht. Je hebt de code. Hawaii's opslag wordt geopend met de code. Ik snap het niet helemaal. Is het dan hoeveel letters dat heeft of zo? Of is het dan gewoon van bruin, groen, rood en zo? Rood, groen, blauw, bruin. Rood, groen, blauw, bruin. Rood, groen, blauw, bruin. Hè? Oh, rood heeft 4 letters. Rood, groen, blauw, bruin. Hè? Wacht. Even een random code invoeren, want dan kan ik weer even weg. Ik ga nog een keer met haar praten. Want ik snap het niet. Help mij. Oh, je moet tellen hoeveel huizen er zijn, weet ik veel. Nou, oké. 6 rode huizen dus. 6 en dan. Welke kleur komt daarna? Welke kleur komt daarna? Groen. Hoeveel groene huizen zijn er? 1. 1. 2. 3. Oké, 3. 6, 3. 6, 3. Blauwe huizen. 6, 3. 1, 2. 3. 4, 5. Oké, 6, 3, 5. En dan nog bruine huizen. 1, 2. 3. 4, 5. Oké, 6, 3, 5, 5. Gok ik. Anders weet ik het echt niet hoor. Anders ga ik even bij Holly's Let's Play spieken. Maar volgens mij is het 6, 3, 5, 5. Oké, daar komt het hoor. Moment van de waarheid. 6, 3, 5, 5. Hè? Oké, ik ga bij Holly's Let's Play spieken. Even een momentje. Ben zo terug. Oké, het is dus niet 6, 3, 5, 5, maar 6, 4, 5, 5. Nou, dan wil ik ook wel even natellen hoor. Een momentje. Even kijken. En dan moeten we kijken hoeveel groene huizen er zijn. Dan moeten er dus 4 groene huizen zijn. 1. 2. 3. 4. Oh my god, waarom zei ik dan 3? What the fuck? Oké. 6, 4, 5, 5. Oké, yes, dat klopt. Ah, boem, boem. Ah. Dankjewel, Holly, voor je LP. Ik heb helemaal niet gespikt of zo. Echt niet, nee. Maar Lolly wist het ook niet. Ze heeft het van Emily. Je hebt de kluis geopend. Oh my god, jee. Daar ben ik blij. Ik heb beschadigd dagboek. De eerste helft van het dagboek van Mississippi Jones. Oké. Hij heeft kort gedragen. Bla bla bla. Zo snel lees ik niet door, maar ik doe het gewoon. Je pika wil niet. Die komt vast heel goed van pas. Oh, help, wat moet ik doen? Vindt de plaats die Mrs. Jones
beschrijft in zijn dagboek. Zoek naar een aanwijzing die je naar de hoorn. Oh. Moet ik het toch gaan doorlezen? Dat is bij de stallen van New Hillcrest. Die. Op één eiland staan een aantal ouderen. Nou, een van die eilandjes, daar hebben ze, heeft hij het over hier. Eilanden van de ondergaande zon heeft hij het over, denk ik. Als ik logisch nadenk, dan denk ik toch echt dat hij het daarover heeft. Nou, weet je, het zult altijd nog verkeerd kunnen hebben. Maar we moeten dus naar stenen die op zo'n eiland staan. Oké. Volgens mij heb ik die al eens wel eens gezien toen ik de race hiervan deed. Wow. Heel blok staat daar. Kan je daarop? Ja, lol. Of ik moet daarheen. Het lukt me niet. Ik ga al via dit eiland. Daar staan ruïnestenen. Dus misschien moet ik daar wel heen. Oh nee, ik moet daarheen. Ik zie daar allemaal mensen. Dankjewel mensen dat jullie het verraden. Dit is de plek die werd beschreven. Ja, maar dan moet ik er wel eerst heen kunnen. Oude Betty. Die had ik toevallig bij me. Ding, ding, ding. Niets hier. Oh. En nou? Oh, dan moet ik daar nog verder. Oh, wat een mooi geluid, jongen. Oké, hebben jullie het geluid van... oh shit, dan moet ik wel het geluid aan hebben staan. Ik ben zo slim. Ik heb het geluid van de credits gehoord. Het is heel spannend. Wolly en ik vinden het helemaal geweldig. I know of je het hoort. Waarschijnlijk hoor je het wel, dus yeah. En anders moet je het zelf maar doen op je eigen account. Nooit muziekje ook. Je hebt iets gevonden. In een antieke kruik vind je koperpijs met een slot die open de kruik kan vinden. Even om het spannender te maken. Wie tekent daar? Dit is net zoals toen je die missie Mississippi Jones opdrachten moest doen in Fort Pinta. Toen moest je ook telkens naar een plek doen die werd aangewezen. Even opnieuw opgenomen. Voordat hij straks uitvalt. Ik weet het niet. Oké, de muziek is afgelopen. Maar ik weet nog steeds niet waar ik heen moet.
Ik kom zo terug als ik weet waarmee. Oké, ik heb Holly weer geraadpleegd met haar let's play. Dus ik weet niet waar we heen moeten. We moeten hier. Wacht. Ja, hier. Daarheen. Oké, daar moeten we heen. Dat was Holly's mooie praat. Oeh. Kijk haar let's play ook maar. Haar let's plays zijn ook leuk. En ik heb gehoord dat jullie het leuk vinden dat Holly vaker. Random schaap. Als Holly vaker gaat opnemen op mijn kanaal. Dus ja, ik zal wel wat ervoor zorgen als dat mij lukt. Als ze het ook wil en als ze er tijd voor heeft en alles. Dat is het belangrijkste. Als ze er tijd voor heeft. Want ze heeft natuurlijk ook nog een eigen kanaal. Waar ze dingen op wil plaatsen. Dus ja. Maar ik kijk wel. Echt, ik moet niet zo gaan. Ik moet helemaal omrijden. Toch? Ah, ik snap het niet meer. Of niet? Nou weet ik het niet meer. Oh, wow. Ik zit echt niet op te letten. Wow, dit lijkt echt een beetje Disney-muziek. Oké, nee. Maar ik bedoel van. Hoe heet dat? Disneyland. Land. Muziek. Beetje mysterieuze muziek en zo. Is dat? Is toch die kant op, hè? Ik snap het niet. Ik weet even niet hoe je er komt. Ik ben zo dom. Misschien moet ik er wel een verder. Nee. Want kom ik bij zo'n huis. Nee. Hier kom ik net vandaan. Wacht, Lolly heeft de kaart stilstaan. Dan ga ik eventjes dat ook doen. Kijken of ik dan op de goede plek ben. Ja. Oké. Dit wordt een lekker lange let's play. Merk ik nu al. Oh ja, hier beneden. Oh my god, ik ben zo dom. Hier beneden. Ik ga sowieso dood. Oké, ja, ik moet een andere manier vinden om naar beneden te komen. Ja, ik wil naar beneden. Nou, laat mij naar beneden gaan. Ja, sorry dat jullie naar mijn faalkunsten moeten kijken. Oh, dit is water. Dit is niet de bedoeling. Oeps. Ah, even doorspoelen. Of niet. Oeh. Weet niet. Kijk of doorspoelen. Oké, ik kom er terug als ik ben. Hé, ik ben beneden beland hoor. Sjoen, dat duurde ook uren. Hier lag het toch? Het zou gevallen zijn als het hier nu niet lag. Maar het ligt hier wel. Yay. Wat mooi. Oké, moet weer even spannend muziekje bij. Heel mooi.
Yes, ik heb weer wat gevonden. Daar moet ik nou weer heen. Jee, ik ben bewonderd. Ja, nou heb ik Holly's Let's Play niet meer, dus. Misschien moet ik dat mens volgen. In de bibliotheek. Heeft Epona een bibliotheek? Want de enige bibliotheek die ik ken is in zilverkleed manege, maar ik denk niet dat dat daar is. Oké, ik kom terug als ik de plek heb gevonden. Oké, yes, ik heb de plek gevonden. Oeh, en ik heb besloten om na deze te gaan stoppen. En dan voor een andere keer, ja, de rest voor een andere let's play bewaren. We zullen net zien dat het er gewoon maar niks voor stelt, maar... Als ik opneem dat het nog maar één missie is of zo en dat het dan klaar is. Oké. In dat ik krijg van je koperen. Oké. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. En dan de... Oh, wacht. Ja. Mijn paard moet er nog even mooi bij staan. Ik wil het altijd heel mooi afsluiten. Kom hier, paard. Gaat wel een beetje slow, maar oké. Ik, ja. Hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vind het namelijk ook wel leuk om dit in twee let's plays te doen. Doet Lolly ook. En ik vind het ook wel een goed idee eigenlijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Dus doei!